Hey, hallo. Leuk dat je kijkt naar dit nieuwe deel van Hoe maak ik een motte met de DJ Fluffy versus Joe. En als je naar de titel kijkt, denk je van, ja, godverdomme Fluff. Je had gezegd dat we mops gingen doen. Ja, dat klopt. Voordat we mops gaan doen, hebben we eerst proxies nodig. En daarom ga ik eerst proxies doen, want anders dan. Kijk, je kan mops doen zonder. Je kan een mop laten renderen zonder proxy. Dat werkt perfect op single player. Op het moment dat je het op een server gaat spelen, dan crasht de mod en misschien crasht de hele server. Of je ziet de mop niet. Het zijn allemaal rare dingen die kunnen gebeuren. Dus daarom gaan we eerst dit doen, proxies. En waarom ik dit niet doe bij de mop tutorial is omdat ik later als we armor gaan maken. Dan ga ik zeggen, zorg ervoor dat je een proxy hebt. Heb je geen proxy, ga dan naar bla 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 bla. En dan verwijs ik jullie door naar deze video. Het geldt ook, je hebt ook een proxies nodig voor dingen. Nou, laat ik eens vertellen waar je proxy voor nodig hebt. Je hebt een proxy nodig voor als je iets wil laten gebeuren op alleen de server of alleen op de client. En mobs bijvoorbeeld. We willen dat de mob gerenderd wordt. En gerenderd betekent dat hij zo gemaakt wordt dat je hem kan zien. Op de client. Dus we willen geen mob renderen op de server. Want de server heeft geen. Ja, niemand kijkt naar de server. De server is er alleen maar om orde en netheid te houden. Dus vandaar hebben die mobs. Om ervoor te zorgen, of hebben we die proxies, dankjewel telefoon die ik niet op stil heb gezet. Daarom hebben we die proxies om ervoor te zorgen dat dus sommige gedeeltes van de server en sommige gedeeltes van de client gescheiden blijven, zodat ze mooi samen kunnen werken zonder dat er wat gebeurt. Soms willen we zelfs dat iets op de server gebeurt en iets op de client tegelijkertijd, maar totaal iets anders. Dat is bijvoorbeeld als je pijpen hebt of redstone. Maar goed, laten we gaan beginnen. Want ja, dat is denk ik de beste manier om het uit te leggen, is door het gewoon maar te gaan maken. En ja, deze methode heb ik van Pahimar, als jullie van hem gehoord hebben. Ik maakte eerst altijd. Clients en server proxies maakte ik eerst gewoon twee classes en ik hoopte maar dat het goed kwam. En omdat ik mezelf altijd 2000 keer controleer, kwam het ook altijd goed. Maar hij heeft een methode ontwikkeld die, ja, die is eigenlijk foolproof. Dan zie je al als je eraan gaat beginnen dat het wel goed gaat of niet goed gaat. Oké, wat we nodig hebben is een nieuwe package. Dus we klikken op Purple Stuff Mod. En normaal ga ik naar een class en dan maak ik de package in de class. Maar nu maak ik gewoon gelijk een nieuwe package. En we doen hier een punt en we schrijven hier proxy. En finish. Goed, dit is proxy. Hierin gaan we iets doen wat we nog nooit hebben gedaan. We gaan namelijk een interface maken. En die noemen we iProxy. Weet je wat ik noem? Purple iProxy met hoofdletter I, hoofdletter P. Purple iProxy. And that's it. Finish. Oké. En als je hierop klikt, zie je dat er een I staat. En hier staat ook een I. En als je een klas maakt, bijvoorbeeld de ref-klas die we straks nodig hebben. Als je daarop klikt, zie je dat het C is. C betekent de klas, I betekent interface. Je ziet ook de C en als ik naar die ga. Sorry. Wacht. Oh, als ik naar die ga, zie je de I. Dus vandaar. Dan hebben we nodig een nieuwe class. En deze noemen we Common Proxy. En deze class hebben we alleen maar om. Om orde te houden tussen de server proxy en of deze met laat ik het zo zien. Deze class gebruiken we om de interface hier te verbinden met de server proxy en de client proxy.
Dus wat we gaan doen met deze klas, we gaan de interface die we net hebben gemaakt, die gaan we implementeren. Dus implements, hoppakee, implements purple iProxy, even kijken, control spatiebalk, purple iProxy, en dan druk ik op save. En dit zorgt er dus voor dat alles wat we in de interface doen, dus alles wat we hier doen, ik gooi de reference class even hier voor de netheid. Dus alles wat we hier doen, dat komt hier. En daar kunnen we dus dingen mee doen. Dus nu we deze klas verbonden hebben aan onze interface, kunnen we deze gaan extenden voor de client en voor de server. Dus we maken een nieuwe klas. Deze noemen we client proxy. En finish. En met de client proxy extenden we. Extends met een S, dankjewel Fluff. Command proxy. Oh. Hoppakee, command proxy. En we save deze. En we gaan hier nu nog niks mee doen, maar ik wil dat we dit hebben voor de basis. En we maken een nieuwe. Nou, misschien maken we één met het. Ik weet het nog niet. Een nieuwe klas. En deze noemen we server proxy. En daar gaan we. Finish. En die extenden we ook. Of tenminste, daar extenden we weer de command proxy van. En aangezien dit een simpele, korte les is, zal ik het uitleggen met een tekening. Want ik had daar zin in om een tekening te maken. Wat we nu gedaan hebben. Goed, ik zal alvast uitleggen wat de bedoeling is. Dus we willen binnenkort een Armor class hebben. Dus dan gaan we waarschijnlijk in de interface, en de interface is eigenlijk een soort schabloon, gaan we een methode maken, dat wordt dan een public static void, en dan noem ik dat render mobs. Nou, dat doe je zo. En even kijken, waarom is dit fout? Remove invalid mobs. Oké, public void render mobs. En we willen waarschijnlijk ook een public void. Public void render armor hebben. En misschien ook wel een public void custom blocks. Even kijken, dat wordt wel render. Zo. Dus nou hebben we al drie methodes in de iProxy gedaan. Als we die saven, dan zien we dat we een fout krijgen in common proxy. Maar common proxy is een klas waar we eigenlijk niks in willen doen. We willen er alleen maar voor zorgen dat de client proxy en de server proxy kijken naar de common proxy, die weer de interface interpreteert. Dus we kunnen deze klas abstract maken. En dat houdt in dat het zeg maar een soort verlengstuk van het schabloon is. Ik kan het niet echt handiger uitleggen dan dat. Het feit dat het abstract is, dat zorgt ervoor dat hij zich niet aan de regels hoeft te houden van Purple iProxy. En dit zijn de regels van als je Purple iProxy wil implementeren, of als je dat wil gebruiken, dan moet je aan deze regels voldoen. Je moet deze dingen hebben. Dus ik heb nou dit niet gedaan. Maar wat ik wel heb, is een fout in client proxy en een fout in server proxy. Dus laten we eens gaan kijken, als we met de muis eroverheen gaan, wat we kunnen doen. We kunnen hem abstract maken. Maar ja, dan hebben we niks aan. Als we die abstract maken, dan is de
Purple Eye Proxy waardeloos, zinloos, kunnen we net zo goed niet maken. Of we kunnen doen add unimplemented methods. Sorry, ik was even van slag. Dus kijk, als we dat doen, dan zie je dat we de dingen die we net hebben aangegeven hier, die worden hier neergezet als, ja, als classes. Dus dit is dus ons schabloon. Dit zorgt ervoor dat het schabloon wordt toegepast op alles wat dit extends. Omdat deze een verlengstuk is van common proxy, maar niet abstract, krijg je dus dit. Er zit ook override bij van overschrijf. Dus als ik deze save, zijn de fouten weg. Hetzelfde geldt voor de server. Add unimplemented methods. De server die rendert niks. Dus wat we kunnen doen is de comment veranderen in de server will not render mobs. Nou, dit kunnen we dan kopiëren, plakken en in principe houdt dit erin. Dit is eigenlijk meer voor jou dat je weet van, hey, hij doet het niet, omdat het een server is. De server wil not render custom met een z. Niet met een z, jongens, voor als je luistert en niet kijkt. Dus de server wil not render custom blocks. Nou, dit maken we dan zo even netjes. Oh, dat is niet de bedoeling. Ctrl A, Ctrl I, netjes. Netheid, hou ik van. Mijn hele leven is al een rommel, dus hoppakee, netheid. Dus ja, de server rendert niet. Maar de server heeft wel deze methodes nodig, omdat hij dus common proxy extend. Het is ook zo dat op het moment dat de proxy aangeroepen wordt, dan wordt deze code wel gestart. Maar ja, er staat niks in. Alleen een comment voor degene die de code kan bekijken, wij dus. Voor de rest gebeurt er niks. En in de client, daar heb je dus wel dat er wat gaat gebeuren. Maar ja, voor nu heb ik zoiets van, we halen dit even weg. Dit was puur om te laten zien wat een, hoe het werkt. Dus ja, dit is eigenlijk bijna alles. Het enige wat we nog moeten doen is de proxy, of tenminste onze, in onze mod een annotatie maken dat we een proxy hebben en dat we dus dat we dus een manier hebben om te vertellen waar de proxybestanden zijn. Dan moet ik heel even kijken op mijn speakbriefje. En dat doen we in dit doen we in de Purple Stuff mod. En we doen het onder de instance ref.modid. Maken we een nieuwe regel. En daar typen we in sided proxy. En wat we ook nodig hebben is dus de proxy zelf. En dat is public static. En dat is dan purple. Purple eye proxy. En dat noemen we dan proxy. Hoppakee. En die kunnen we importeren. Importeren. En dit kunnen we importeren. Hoppakee. Dit is nog niet alles. Wat we ook nodig hebben is, ja, we moeten vertellen waar waar deze staan. Dus waar die ze kan vinden. En om dat makkelijker te maken, maken we weer twee class referenties aan. Dus ik noem hier even, noem ik ze proxy classes. En wat je in principe kan doen, ik zei de vorige keer al, je kan kopiëren en plakken.
Wat je ook kan doen is gewoon nl. En dan kan je hier ook klikken op proxy. En dan kan je hier een punt doen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen client proxy. Nou, als je dan naar home gaat en dan quotes doet en je gaat naar end, die doet quotes. Dan hoef je er alleen nog maar voor te zetten. Public static final string. En dan allemaal in hoofdletters. Class underscore proxy underscore client. Spatie is spatie. En in principe kan je dit ook doen met... even caps uit. Met de server. Dus je gaat weer naar nl.v. Ja, ik weet niet waarom dat gebeurt, maar de laatste tijd valt mijn headset wel eens uit. Dus sorry jongens, ik ga het er niet uitknippen, want ja, we zijn net zo lekker bezig. Dus je doet hetzelfde voor de server. En natuurlijk kan je ook gewoon eerst dit gaan typen en dan is en dan dit typen. Maar doordat we nu in Eclipse al dit hebben getypt, weten we zeker dat je geen typfouten maakt. Omdat Eclipse dat... Ja, die kent die bestanden, die weet dat. En dat wil ik juist voorkomen, dat je rare typfouten krijgt. En er zijn allemaal... Kijk, je hoeft dit ook niet te typen, want Eclipse doet het al voor je. Oké, caps lock underscore proxy underscore server. Oh, is. En deze 7 ook. Kapslok uit. Dan gaan we weer naar deze. En als we hier Ctrl spatiebalk ingedrukt houden, kunnen we kiezen het client site mod ID server site. Het enige wat we nodig hebben is client site. Doen een spatie, een insteken en dan ref. Punt. En dan pakken we hier de proxy client. We doen een comma. Dan doen we server site. En dan spatie is en dan ref. Punt. Server. Ik zie er heel netjes uit. En ja, we hebben nu een proxy. En die kunnen we dus later gaan gebruiken om dus ja, allerlei dingen te gaan doen. Even kijken hoor, ja. Die kunnen we dus later, zoals ik al zeg, die kunnen we later gaan gebruiken om dus allerlei dingen te starten die in de proxy zitten. Op dit moment zit er nog niks in de proxy, want ik heb volgens mij deze verwijderd. En deze zijn ook leeg. Dus jongens, dit is niet het einde van dit filmpje. Maar als je niet wil weten wat ik nou net gemaakt heb, want ik wil dat nog even uitleggen, dan kan je blijven kijken. En anders, ja, dit is dan het einde van de proxy. Ik geef nu alleen nog maar uitleg wat ik heb gedaan voor de mensen die het nog niet snappen. Want ik heb het zelf al 3 keer gesnapt. Maar dat komt omdat ik weet wat ik aan het doen ben. En als dit allemaal nieuw is voor jou, dan weet je misschien niet wat je aan het doen bent. Dus vandaar gaan we het even tekenen. En daar heb ik een heel mooi programma voor en dat heet Fireworks. En dat zien jullie nu hier verschijnen. Dit programma kost best wel geld. Het is van Adobe of Adobe. En ja, ik heb het toevallig, omdat ik een familielid heb, die heeft een drukkerij. En ik kan dus heel veel Adobe programma's voor weinig kopen. Dus vandaar dat ik het heb. Ik gebruik het ook om tekstjes te maken. Daarom laat ik jullie ook nooit zien waarom ik tekstjes maak. Omdat ik er niet van uitgaan dat jullie een duur programma hebben van... Nou, ik weet niet hoe duur het is. Ik wil het eigenlijk niet weten. Goed. Wat we dus hebben gemaakt is dus de interface.
Oh, lekker, lekker lettertype fluff. Kan nog groter. Ja, kan nog groter. Dus wat we hebben gemaakt is de interface. En die interface, die noemden we I purple, lettertype purple I proxy. Dat mag wel iets kleiner. En die doen we voor de gein blauw. Dus de interface Purple Eye Proxy, die hebben we dus gemaakt. Dan hebben we dus een abstract klas die dus dit implementeert. Dus ja, hoe zie je dat? Je moet dat zien als dat de abstract, ik zal het eens even typen. Abstract klas. Nou, doe eens lekker mee. Dus de abstract klas. Dat zal ik even rood maken. Ik weet niet welke kleur rood ik heb gebruikt, dus ik pak die maar. En die hadden we genoemd common proxy. En die was blauw. Niet wit. Dat zie ik hem straks niet, jongens. Blauw. Hoppakee. Blauw. Common proxy. En het past niet helemaal. En wat ik dus heb gedaan, is dus alles wat hierin gebeurt, dat moet ook daar gebeuren. Dus in principe is dit. Ja, hoe zeg je dat? Alles wat hierin gebeurt, dat gebeurt ook. Of tenminste, dat zou ook hierin moeten gebeuren. Maar omdat het abstract is, gebeurt dat hier niet. Dan hebben we nog twee klasses gemaakt. Even kijken, werkt dit? Ja, die werkt. Hoppakee. Zo, die mag hier en die mag hier. En ik heb geen zin meer in kleuren shit. En dit was de client proxy. Oh, wat ben ik blij dat ik kan kopiëren en plakken. En dit is de server proxy. Kom op, in het midden. Nou, ik vind het goed. En die twee, die pakken dus deze. Dan vind ik dat wel hele dunne pislijntjes. En dan maken we die ook even 14, 15, die is wat dikker. En dus die kijken dus naar de common proxy. En alles wat daarin gebeurt, of alles wat hierin gebeurt, dat gebeurt dus ook hierin. Dus dit hebben we eigenlijk gemaakt. Dus wat we straks kunnen doen, is dus, zoals ik al liet zien, hier allerlei methodes toevoegen. En die komen dan ook hier. Dus stel, ik wil bijvoorbeeld hier een pijl hebben. En dan, ik wil hier een pijl hebben. Dit slaat echt nergens op wat ik doe. Maar die moet dan ook hier komen. En die moet dan ook hier komen. En dan kunnen we hier weer zeggen van, ja, maar deze pijl is bijvoorbeeld van binnen groen met paars. En deze zegt, nee, ik wil deze pijl niet zien. Dus die laat de pijl niet zien. Hoppakee. En dat is dus het voordeel van die dingen. En deze doet er geen fuck mee. Maar ja, we willen wel dat dit gelijk blijft. En dan individueel weer anders is. En daarom hebben we het zo gedaan zoals het is. Dus ik hoop dat je het snapt. Mocht je het niet snappen, ja, doe gewoon wat ik zeg. Misschien dat we in latere tutorials
dat je het dan wel snapt. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En dan gaan we de volgende keer, dat kan ik je al verklappen, dan gaan we met het programma Techne. Dus mocht je alvast voorbereid willen zijn, ik zet een link in de description van de volgende film. Maar als je naar Techne, niet naar Texel, techne.seux.me gaat, dus dat is dit, dan kom je op deze website. En hier kan je dus de software downloaden die we de volgende aflevering gaan gebruiken. We gebruiken geen Eclipse, we gebruiken de software van deze website. En die kan je hier downloaden, download Techne. En dan komt dat hier als je Chrome gebruikt. En ik vind het leuk dat na 4 maanden staat mijn poes, mijn cute ocelot head, die gemaakt is door mij. Die staat nog steeds op de voorpagina. Nou, dat vind ik echt cool. Dus ja, we gaan dan een mop maken. Hij wordt niet zo mooi als deze. Het wordt echt een hele simpele mop. Ik denk dat het maar 8 of nou, wat zal het zijn? Misschien maar 6 blokjes zijn of zo. Even kijken. 2, 4, 6. Ja, ik denk maar 6 blokjes. Dus verwacht er niet te veel van. Mocht je zelf geen model willen maken, je zou kunnen browsen op deze website. En dan zou je models van mensen kunnen downloaden. Maar het is wel netjes om even te vragen van, hey, mag ik je model gebruiken? Dus ja, wees beleefd, wees netjes. En dat is gewoon wel zo aardig. Niet dat jij met iemands mod of met iemands model er vandoor gaat. Dat is gewoon heel lullig. Dus, anyway, weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En dan gaan we dus een model maken. Dus klik op, ga naar techne.soeks.me. Klik op de download-knop. Dat is deze download Techne. En ja, dan zie ik je de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dag allemaal.